Goeiedag. Met name in de zuidoostelijke helft van het land hadden we vandaag een prachtige dag met flink wat ruimte voor de zon en temperaturen die uitkwamen rond een graad of 20. In de kustgebieden en het noordwesten van het land daarentegen ontstonden in de loop van de ochtend een paar buien en lokaal werd daarbij ook weer een waterhoos gespot. En een waterhoos, dat komt voornamelijk voor in de tweede helft van de zomer en in de herfst, wanneer het temperatuurverschil tussen het wateroppervlak en de bovenlucht groot genoeg is daarvoor. En dat is gemiddeld dan een graad of 40, dat temperatuurverschil. Maar op dit moment is het zeewater en het water van het IJsselmeer al vrij warm. De bovenlucht is erg koud en dat betekent dat we nu al af en toe een waterhoos kunnen spotten. Het is de afgelopen dagen vaker gebeurd en ook vandaag was dat weer het geval. En die koude bovenlucht, die hebben we te danken aan een laag drukgebied ten noorden van ons. En dat zorgt voor een veelal west- tot noordwestelijke stroming in onze regio, met de aanvoer van relatief koude lucht over dat warme zeewater. En dat levert dus ook af en toe buien op. Bijvoorbeeld morgenochtend passeert een buiengebied ons land, met name de noordelijke helft van Nederland krijgt daarmee te maken. Maar zondag, dan vallen we eigenlijk tussen twee storingen in. Lijkt het overwegend droog te blijven met vrij veel ruimte voor de zon. We worden wel ingesloten tussen bewolking vanuit het noordwesten en vanuit het zuidoosten. Maar het valt zondag eigenlijk precies goed en dat betekent een droge en vrij zonnige dag. Nou, ook vanavond is het op veel plaatsen vrij zonnig. De buien zijn naar het oosten weggetrokken. Het is overal droog en de temperatuur ligt rond zonsondergang nog op een graad of 15. En daarna volgt er toch weer een frisse nacht, met name in het zuiden en zuidoosten van het land, waar het langst helder blijft met minima rond 7 of 8 graden. Elders begint vanuit het noordwesten de bewolking toe te nemen en later volgt in het noordwesten ook weer een enkele bui. De wind is zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting, maar die wind draait morgen naar west tot noordwest, neemt dan aan de kust flink toe. Een windkracht 5 en in het noordwestelijk kustgebied misschien af en toe zelfs een krachtige wind. Dat is een windkracht 6. En die wind maakt het voor het gevoel morgen toch behoorlijk fris. Nou, in de ochtend trekt een gebied met buien over het land, met name over het midden en noorden. Daar vallen een paar buien, misschien zelfs in het oosten wel even met wat onweer daarbij. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en dan loopt de temperatuur nog op naar 15 graden op de meeste stranden. Tot 18 graden, misschien lokaal nog 19 in Limburg. Zondag ziet er dan heel anders uit. Dan blijft het overal droog, met flinke zonnige perioden verspreid over het land. Ik denk dat het langs de kust op veel plaatsen zelfs vrij zonnig zal zijn. Maar het is opnieuw wel fris, met temperaturen van 14 of 15 graden op zijn hoogst op de meeste stranden, tot misschien nog 18 graden langs de oostgrens. Maar veel warmer dan dat gaat het echt niet worden. Nou, die wind maakt het, zoals gezegd, ook weer een stuk frisser. Bovenland meest matig, kracht 3 of 4, en aan de kust vrij krachtig en af en toe even krachtig. Dat is een windkracht 5 tot 6. Gaan we dan naar de nieuwe week kijken? Ja, dan zien we dat het behoorlijk wisselvallig wordt. De buienkans neemt flink toe. Vooral op maandag en dinsdag kunnen een flink aantal buien over het land trekken, met temperaturen die niet van hoger uitkomen dan 16 graden. En daarna neemt de buiigheid weliswaar iets af. Maar het blijft ronduit koel voor de tijd van het jaar, met maxima van hooguit een graad of 17. Ik wens u een mooi weekend.